마영 매섭의 조회 Come on, listen, hop on. We're in New Zealand, mate. Come on. Oops. Come on, Payon. Come on. Good, that's good. Come on, Dad.
Burada yol var. Oh, my God.
due. Come on, if the third bathroom, come on. Altijd aan het gaan doen. Die kleine zwarte handelaar. Hier rond en op. Is het waar, die bossen? Ik heb. Ja, dat is een taal. De kolenijn. Sperman en met eitenwilgen. Hier rond. En dan de kerstkamer verraad. Dat is alsof waar zijn dat je het aan doet. Moet ik komen? En nu? De drie ronde, want ik had eens in een water draaien vanaf tot het begin van de wedstrijd. Drie ronde op van de klein. Ja, misschien ik. Dat is een kantenpotse, Bas. Volgende week, daar heb ik mijn dingen van gehad, dat weet ik. Van wie heb je gehad? Van mij dan? Ja, dus. Het is zo, dat je geen kant nooit hebben, dat je niet ergens kan staan, dat je niet alles en niet alles. Goed gezien. Die gaan eruit, hè. Te maken om het klassement te kunnen winnen. Laatste ronde, laatste ronde nog. Laatste ronde ook nog. Daar komt Jurben van Tichel, dames en heren, die gaan we. Hier begroeten met een geweldige ovatie natuurlijk, want wat een wedstrijd. De winnaar Jorbe van Tichel. Tweede wordt hier Deve de Klein. En als derde hebben we Daan Hooiberg. Hier de plaats van Bart Hofman. De strijd is... naar Steinhuis, die winnaar, dus eindwinnaar wordt van Moedige Veldrijders Concup Cup.
Ik heb het hard belaar. Doet hij het? Doet jou? Zeven vooraan erbij halen. Dan hebben we Ingmar uit te willigen. Ja, goed. Tien is Robbie van Bakel. En 13, 19e plaats is de Fortuurluren. En wat dan van Kolen. De Boa, ja. De Boa dat is een plaats van Gewinnen. Ja, maar ik ga zeker volgende week was het wel een thuisprost. Misschien is dat wel een voordeel om de motivatie te blijven dan. En ja, want je bent bijzonder goed toch, want dat kan de rest allemaal op grote achterstand houden. Dan moet je bijzonder goed zijn. Ja, wat denk ik moet zeggen, dat ik het mezelf erg lastig heb gemaakt, want ik reed dan weg van Daan, omdat hij viel. En na half cross kreeg ik het eigenlijk in mijn rug door een val in Noordstraat. En dat viel niet echt goed mee, maar ik ben blij dat ik het heb kunnen volhouden. En, dit parcours is dat uw beliefkoosde parcours? Ja, toch zeker. Voor andere mensen misschien een wandeling in het park is dit een cross voor mij. Dus, ja, ik kom hier echt heel graag. Ik weet niet hoe ik kom toch echt voor heel goed. Kom je met maar in Oostmaal, daar heb je ook een problemen mee, hè? Dat zou je ook goed zijn. Ja, inderdaad, ik ken dat parcours, dat elke wortel ken ik daar in de grond steken, dus dat wordt ook interessant. Hoeveel heb je er gewonnen? Dit is mijn tweede, dus eentje meer dan vorig jaar. Plus de talrijke ereplaatsen. Ja, dit jaar kwamen die er eindelijk bij. Vorig jaar was het echt een feit aanholen. En nu kan ik er wel een beetje beter mee. Dat belooft hopelijk volgend jaar een tijd. Zal een pol in je rug zijn. Heel goed gedaan. We gaan naar het podium toe. We zijn er gedaan. Die heeft nog even een trui naartoe. Bravo. Ja. Ja, oké. Dan is dat ook nog een poetische beelden. Op de derde plaats dus Daan. Goedemiddag, camera aan het podium, Daan. Tweede plaats heeft de Klein, gaat er ook maar bij staan. En de winnaar Jarme van Tichel helemaal bovenaan dit podium. Even, ja, 1, 2 en 3, dat zijn ze al natuurlijk. En dan krijgen we erbij Stijn Huis, uiteraard. Eindwinnaar van het klassement. Die gaat er naartoe, die gaat erbij staan. Wat de belofte betreft is dat Jozef Kokkaerts. En ook Van Hofman voor zijn strijdlust wordt beloond. Bloemetjes voor de winnaar van de race. Voilà, ja. Dan moeten. Ja, applaus. Ja, laat jullie naar horen. Dit is helemaal voor de winnaar. Ja, Stijn, ik denk dat je ook helemaal bovenaan samen met Jorgen op die hoogste tree moet gaan staan. Als eindwinnaar van het klassement daar. Ja, gaan we maar helemaal de bovenste. Nee, helemaal boven. Dat is nog wat overgegeven. Dat is voor hem. Een beetje te overgeven. Als ze erop staan voor de ramen, wel, dan gaan we ze even. De jongeren, Rijn Vinal van het klassement, Jan Matokka, Daan Hooiberg, die derde werd, Deze Klein tweede. Stijn Huis, die toch in het klassement verdwijnt. En de winnaar vandaag, Jarme van Tichel. Laat die nog maar eens horen. Nee.